Goedemorgen op de vroege maandagmorgen. Het is 5:26 op dit moment. Mijn wekker ging om 5:00. Ik heb net gedoucht. Ik ben er klaar voor. Ik ga mijn video van dit weekend editen. Was gisteren vond ik het echt een ontzettend goed idee. Gisteravond toen ik wilde gaan slapen. Nu denk ik, wat bezielt me om 5:00 mijn wekker te gaan zetten om een video te gaan editen. Ja, wat doen we er nu nog aan? Ik hoop dat ik mijn video afkrijg voordat ik wegga. Moet. Het is 6:15. Ik heb gisteren een bananenbrood gebakken, zodat ik nu een heel makkelijk ontbijt heb. En met tram rijdt net voor mijn neus weg. Shit. Shit. 1 minuut te lang mijn video geëdit. Hier was me helemaal niet verteld wat ik ga doen vandaag. En waarom ik geen make-up op mijn gezicht gesmeerd heb. Ik ga naar Amsterdam. Ik heb een shoot voor Samsung. Zowel foto als video voor Samsung en Cosmopolitan. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, ik mag dus nu eerst lekker met dit hoofd. Schijnt. Dus ik kan lekker mijn zonnebril op doen. Waardoor niemand ziet dat ik hier zonder make-up op straat loop. Je vraagt je nu misschien af, ben je nu niet veel te laat, want je hebt je tram gemist en zo. Maar ik had een tram eerder, omdat ik nog Starbucks wilde halen. Dat lukt helaas niet meer. Oké, wellicht ben ik dankzij deze actie wel te laat. Ik had ineens zo'n trek in een smoothie. Celine heeft mijn haar... bezig met mijn haar. En wat gaan we ervan maken? Houden we het zo? Of, Absoluut. 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 Er gaat straks ook nog hier iets op. Oh. Nee, Anne-Wereld, we houden het natuurlijk vandaag. Het ziet er al beter uit zo. Het ziet er al heel Balenciaga uit, Cecile. Celine, sorry. Cecile, sorry. Dit is de meest voorkomende naam. Echt? Oké, we zijn klaar voor het eerste deel. We gaan nu foto maken. Oh, wauw. Thanks, Cecile. Godverdomme, again? Sorry. Heerlijk weer, moet ik pas van, hè? Ja, dat kan ik niet eten, hè. Models doesn't don't eat. Niemand maakt uit dat je het vindt. Ga een beetje lachen. Ik ben even aan het kijken hoe het... Maar je hebt een andere pose misschien? Ja, kijk, ze kan wel gaat. Iets... Er zijn nu 3 bazen aan het beslissen of ik het goed doe of niet. En of we doorgaan of dat ik het eigenlijk allemaal weer dismissed ben. Maar ik vind het wel mooi dat je zeg maar... Ga je nu in deze video 6 oefeningen laten zien? Ja. Overal? Ja. Kunt doen. En iedere sukkel, net zoals ik, ook kunt doen. Ja. Jasmin, jij hebt in een van mijn eerste video's gezeten. Toen ben ik Nike weer in Amsterdam. Ja, dat was 1,5 jaar geleden. Oké, we zijn nu vooral vanwege en ga lekker lunchen. Ja, mijn hartslag is wel hoog nu, denk ik. Zal ik eens kijken hoe hard mijn hartslag nu is?
Maar toen was het al allemaal online. Hij is maar 74. Ik heb het gevoel dat het is gewoon iets. It's a wrap. En that's a wrap. Ik ben weer klaar. En ik ga weer terug naar Centraal Station. Super lekker weer geworden vandaag. Hou ik van. Oké, het is vandaag 31 oktober. Het is de laatste dag dat ik de bankjesbuislat zou kunnen nemen. Vanmorgen miste ik mijn tram. Kon ik geen koffie bij Starbucks halen. En nu is het super lange rij bij Starbucks. En bij de andere Starbucks is gesloten. Ik ga het straks nog één keer door het Centraal proberen. En anders moest het maar zo zijn. Sorry, duidelijk niet beschikbaar. En zo moest ik ook mijn laatste pumpkinspijslatte. Mijn laatste mogelijkheid dat ik pumpkinspijslatte heb geweest. Ja. Dan heb ik je uitgepakt. Ik denk dat het zo moest zijn. Het is 5 uur, ik ben weer thuis. Ik moet eigenlijk mijn make-up eraf gaan halen. En mijn haar, het is één grote haarlok. Bende. Dit kan ik zelf niet. Dit is ook echt 2 uur heeft dit geduurd voordat haar en make-up erop zaten. Maar als ik het eraf haal, dan zie ik er weer zo uit als vanmorgen. En dat is zo'n afknapper als je zulke make-up op je gezicht gehad hebt om er dan weer zo uit te zien. Maar ik ben ook best wel moe. Ik heb 5 uur wakker, dat is toch best wel vroeg. Het is nu weer 5 uur, maar het is zelf weer wakker. En ik heb honger. Ik heb vandaag de laatste dag thuisbezorgd bestellen. Vandaag is de laatste dag van oktober. Laatste gratis thuisbezorgd van de sushi meisjes. Ik kan niet wachten om dit te gaan eten. Dit is zo lekker. Dit is een flamed sake roll. En dit is een crunchy garnaal met avocado. Echt, als je in Den Haag woont, ga naar de sushi meisjes. Sorry, nog heel even sushi porno. Kijk dan. Sushi. Oh, ik kan niet wachten. Het is pas 6:30, maar mijn biologische klok zegt 6:30. Dus ik ga lekker eten. En mijn make-up zit er nog steeds op. Kijk, ik heb ook nepwimpers. Mijn make-up is eraf. Herken je niet meer nog? Mijn haar is alleen even een ander verhaal. Ja. Denk je dat het heel goed voor je haar en je gezicht is, en je huid is, om iedere dag zo'n shoot te hebben? Oké, het is 8:30. Ik vind dat het tijd is om te gaan slapen. Ik voel me net een klein kind, maar ik ben moe. En waarom zou ik dan wakker blijven? Dankjewel voor het kijken naar deze video. De volgende video is niet vanuit Nederland. Ik heb niet verteld waar ik naartoe ga. Morgenochtend op mijn Instagram. Bye!